Hallo, kijkers, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven Remers en ja, waar jullie zien het, ik ben mijn jasje aan het doen. Ik ga eerst mijn schatje ophalen. Daarna naar mijn schat gaan we naar de Action toe. Iets kopen voor mijn papa zijn verjaardag, want die is vandaag jarig. Voor jullie allemaal weer al gisteren. heb ik een betere zak nu? Ja. Heb ik dan alles? Ik ben nu aan het denken. Dus dit portefeuille die ligt nog in mijn wagen. In mijn wagen. Ja. En mijn vlog heb ik juist ook nog in de upload gezet. Dus die is ook nog in orde aan het komen. Dus chill, alles onder controle. Tot zometeen. Ik heb zoiets kleine reeds vergeten. Dat heb ik nog juist gauw gedaan in mijn appartementje. En nu rustig vertrekken. Richting mijn schat. Heb ik wat gratis was vandaag aan mijn schat. Dat had hij juist letterlijk en figuurlijk 5 seconden voordat mijn wekker ging. 5 seconden. Amai. En daar is de postbode weer al. Even kijken, is hem dat, joh? Ik moet toch ook wel veel doen. En voilà. Ik wil jullie ook bewijzen. Maar dan moet ik wel nog even opzoekingswijd doen. Ik ga eens een online toernooitje organiseren. Bijvoorbeeld van Trackmania of iets anders. Dan moet ik nog bezien. Even kijken. Die rijdt door. Dus ik heb geen post. Oké. Dat is al goed. Dat ik geen post heb. Ik heb niks in de tijd. Dan leg ik dit hier. Ja. Oké. Nu, eerste pitstop. Mijn schat. Dan de tweede pitstop, de Action. Derde pitstop, politie. En dan de vierde pitstop, terug mijn appartement. Vijfde pitstop vandaag, mijn ouders. En dan terug dan naar hier, hoogstwaarschijnlijk. En dan terug richting Bea haar thuis voor Bea af te zetten. Jullie waren aan het vallen. Dus ben je af te zetten. En dan dan terug naar mijn thuis. En dan zit de dag er weer al op. Dan is donderdag weer al voorbij. Ik ga kijken ook als ik misschien vandaag nog wel eens een kleinere livestream kan doen. Want de laatste tijd loopt het wel goed. Want ik wil het. Ja. Ja. Misschien deze avond nog wel eens een ding. Allee, zeg het. Een livestream. Voilà. En ik ben ook nog. Ah ja, dit ook nog. Proficiat aan Enzo Knol. Dat die CEO is geworden van Focus Drink. Ja. Proficiat, ja, is het. Sorry, jij zit aan de kant geschoven. Is het dus echt effectief door Enzo Knol genaaid, hè? Echt waar, genaaid, hè? En waarom rijd ik nu richting mijn ouderskant? Ik moet naar mijn schatje gaan. Oh ja, dan rijd ik zo langzaam naar mijn schat, hè? Oh. Waar is mijn verstand? Ik rijd nu richting centrum. Ik moest richting de Jodijstraat rijden. En dan gaan we via de Medegatstraat en de Grootstraat. Hè. Voilà. Nu eerst de Grootstraat en dan de Medegatstraat. Voilà.
een vergissing kan ook wel eens gebeuren. Oké, okay. Tot zijn we allemaal. Oeh, ze zijn de roof aan het vervangen. Aan het herstellen. Kom van het dak af. Ik waarschuw niet meer. Nee. Kom van het dak af. Ja, die waren daar op de dak bezig. Dan mag ik dat kon zingen. Kom van het dak af. Ik waarschuw niet meer. Nee. Kom van het dak af. Ja. Zeg, mensen, jullie zijn toch wel niks van plan voor mijn verjaardag, hè? Want sommige kijkers durven dat nog wel, hè? Pas op, hè? Want heel veel mensen weten nu mee al wonen. En dat is gevaarlijk. Zeker als je jarig gaat worden. Ik ga deze keer niet vermelden wanneer dat ik jarig ben, maar dat is zeer binnenkort al. Dat er toch niks gaat gebeuren bij mijn appartement, hoor. Echt waar niet. Of aan mijn appartement, noem maar op. Echt waar, daar moeten jullie wel mee oppassen. Echt. Je moet wel zoveel verjaardagswensen via bijvoorbeeld via Facebook of via Instagram of X of Twitch of YouTube of mail, noem maar op, sturen naar mij. Is dat mijn mama? Ja, dat is mijn mama. Oh my god. OMG. OMG, mijn mama rijdt voor mij. Auw, mijn oog. Maar mijn mama kan ook wel goed doorrijden. Hey, oppassen, hè. Dag, mama. Dag. Jezus, Maria, dat ik die ook nog moet even tegenkomen. Onderweg naar mijn schatje toe. Ik moet wel rustig gaan rijden, want En dan heb ik nog juist ook nog slecht nieuws gekregen. Neutraal Ziek van Vlaanderen. Ik heb dus vorige week donderdag, nu goed luisteren, vorige week donderdag een sms gekregen dat alles in orde is. Voor mijn betalingen al. Dus wij verwachten dat dat dan deze week wordt gestort. Ergens deze week. Maar nee, nu horen we dat het nog 2 weken gaat duren. Nice! Dus, denk maar eerst goed na als je gaat ziek vallen, hoor, mensen. Ik heb al 3 maanden geen uitkering gehad. Yippie-kaye. Loudum kunnen omhoog. Maar ik ga jullie nu laten. Ik ben nu richting mijn schetsje aan het rijden. En dan ga ik richting de action rijden. Dus ik zie jullie allemaal straks terug. Dan kan ik ook concentreren op de baan. Plus dan kan ik ook naar Kim Music luisteren. Oh yeah. Dus ik ga daar ook nog eens even naar muziek luisteren. Tot straks allemaal. Yo. Zo. Nu ga ik een cadeautje voor uw papa halen. He? Ik heb voor je papa al nu, hè? Ja, dat en klopt. Ik heb altijd al gegeven, hè? U. Ja. Mijn is al aangekomen bij mijn papa, mijn cadeau. Oh my god, kerstverlichtingen hier al. Zo vroeg. Zit dat, jongens? Zo vroeg. Maar dat is wel iets voor mij. Holy shit. 720 ledjes, 1000 ledjes, oeh yeah, die kan ik ook weer goed gebruiken. Yes, oeh, 2000 ledjes, 35 euro voor sparen. En dan nog kerstballen, wauw, nu al in de action. Yes, mijn ruitenbroeistof, mijn 20, 6 euro. Ik heb ook nog voor sparen.
Voilà. Ik ga jullie laten. Ik zie jullie allemaal straks terug. Yo. Zo, hier dus in Borglon aankomen. Het ziet dus hoe mooi dat het eigenlijk hier is geworden. Met die stroopfabriek en al. Hoe mooi dat dat hier is her aangelegd. Wauw, wauw, wauw. Maar hier, daarvoor zijn we niet, voor het uiterlijk van hier. Ik ga nu, we zijn nu richting... Dat ik dat allemaal niet kan meemaken. We zijn nu richting het politiebureau aan het wandelen. Oké, dus we zijn nu onderweg naar het politiebureau om aangifte te doen tegen onbekenden die dingen aan het verspreiden zijn van mij, valse informatie, noem maar op, niet goed. Voilà, bij deze. Ik zie jullie allemaal straks terug, want het is hier gewoon maar om het hoekje, de politiekantoor. Ik zal het jullie direct laten zien. Ja, wat hè. Oeh. Het is heel vanachtig. Zie je die gebouwtje daar tegenover? Is de politiekantoor. Als je aardappelen wilt hebben van Annabel, kun je die hier voor 5 euro blijkbaar ook kopen. Hier kun je ook soort fruitsapjes kopen. En siroop. Wauw. Voilà. Dus ik ga jullie nu laten. Ik zie jullie allemaal straks terug. Wauw, wauw, wauw. En yo, 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 yo. Oei, ik hoor al de politie. Kunnen jullie mij niet meenemen? Dan ga ik direct op het bureau. Allee, tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Zo, en een tweede keer onderweg. Even als ik mijn portefeuille vergeten. Maar ik ben nog altijd... mooi op tijd. Toen ik aan de auto aankwam had ik nog 11 minuten. Dus nu even goed doorwandelen. Oh, dan ben ik er. Dan ben ik er. Woehoe. Wat kilometertjes aan het maken. Hehe. Allee. Ik zie je zometeen terug. Yo, 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 yo. Hola, daar komt nog een bus aan bij de siroopfabriek. Zullen jullie, dat is heel moeilijk daar in te draaien. Ik weet niet of jullie nog de kont zien. En daar is een trekker door. Achter mij. En een trekker. Woehoe! Ja, ja. En hier is dan de trekker! Ja. En wie daar wel weer op verstoren is Coca-Cola. Ik ben er. Yo, 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 yo. Zo, ik ben nu buiten bij de politiekantoor. Nu richting mijn appartementje toe en dan wachten tot, tot mijn mama sms't. En dan richting mijn ouders gaan. Niet om eten uit te halen natuurlijk, maar wel om lang zal ze leven te zingen voor mijn vader. Die is 60 jaar geworden. Proficiat. Voilà. Dan ga ik eens even goed zien om dat te zeggen. Dus proficiat vader, dat je de 60 hebt behaald. Ja. Voilà, daar hebben er al andere auto's ook nog bij mijn auto geparkeerd. Hoe leuk is dat? Allee, ik zie jullie allemaal stressjes terug. Ik ben nu aan mijn auto aankomen. Yo, yo, yo. Sorry mensen, het is zo ver, eindelijk, eindelijk. Ik kan eindelijk inkomsten genereren via ook Twitch nu. Dus ik verdien nu geld. Die lamp uit. Ah ja, die lamp moet uit. Ik verdien nu ook dus geld via Twitch. Ik verdiende geld eigenlijk eerst via YouTube en dan nu via Twitch. En dan nog
wel iets gaan halen. Oh, ze hebben weer gestrooid buiten. Oh, goed dat jullie geen geur. Ja? Mag ik een kabel van de gsm van u mee? Want mijn kabel werkt goed. Dus. Ik heb die van de powerbank aan de powerbank gelaten. Ja, pak die dan maar. Dank u. Dan zal ik nog wel eens gaan kijken voor nog een nieuwe kabel. Zo'n USB op een C-kabel. USB-C. Dat moet ik ook nog eens gaan kopen. Of je moet het dus cadeau doen. Hè. Zoals 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 honderd kabels. Dan heb ik er altijd genoeg. Dat mijn knie toch wat appetant doet met die val. Ja. Ja mensen, ik ben opnieuw eens gevallen. Mijn gevoel is nog een keer is weggevallen uit mijn rechterbeen. Dat is toch, ja, rechterbeen. Ja. En dan valt je zo'n slag, hè. Dan valt je zo'n slag neer op de grond, wat je eigenlijk niet wilt. Nee, en zelfs ik schrik dat telkens van als jij valt, als je gevoel voelt. Er is niet meteen een keer, oei, die ligt weer op de grond. Nee, deze keer dacht ik van, oeh, dat was hard, en ik stond gelijk op. Ja, en het was ook hard. Oh, ja. Mannekes, mijn knie. Je raakte even niet recht. Nee. Ah ja, ik heb vandaag al de post gekeken, dus er is vandaag nu geen post meer, want de postbode gaat niet 500 keren op een dag komen voor post in te steken. Wat deed ik na, mensen? Ja, dat hier is onder in de comments weten. De mensen hebben het wel begrepen, denk ik. Kan dat zo goed. Je kunt blijven ruilen. Doe dat nog eens. Doe dat nog eens. Oh. Echt waar, als mijn kop niet. En dames en heren, ik ga u laten, dan kan ik op de baan concentreren. Oké, tot straks allemaal. Yo, yo, yo. En ik hoop dat jullie ook van een times. Times, zeg niet. Timeslap. Nee, livestream. Een livestream. Ah, van je livestream hebben genoten. Voilà, dat wou ik zeggen. Van mijn livestream hebben genoten. Zeg je er wel bij met u? Vandaag echt niet. Ik ben vandaag echt moe. Allee, tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Zo, ik ben terug thuis aangekomen. Heel alleen. Maar ik weet sowieso dat morgen mijn schatje terug bij mij mag blijven slapen. Want morgen is het terug al vrijdag. Het gaat al snel voor jullie. Is het ook vrijdag? Maar dat voor jullie vandaag. Oh. Bijna mijn knie. Van de val van... straks. Die stond dus blijkbaar op de eerste. Heb ik dan de juiste? Ja, we waren de wortelen nog vergeten. Dus dan, heb ik dan de juiste toch de trap genomen? Ik weet het niet. Mensen, mensen, mensen.
te moe. Ben steek kapot. Hoe kan dat? Is dat door die pijnstiller? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Oh, en hier in Alken nog bijna een goede daad gedaan. Bijna, zeg ik. Het is niet gelukt, jammer genoeg. Hoe bedoel ik dan met het is niet gelukt? Ah, wel. Ik wou dus mijn schat terug gaan brengen naar haar thuisje toe. Ik zeg van, schat, zie je die zwarte rok ook? Nee, dat heb ik nog niet gezien. Toen we richting dan de centrum aan het rijden waren, dan zag ik het in een keer in een hele zwarte rookwolk. Van, oei. We gaan toch weer al niet beginnen met die pyromaan, hè? Laten we eens kijken. We gaan toch niet beginnen terug weer met die pyromaan. Dus dat is bijvoorbeeld niet gebeurd, omwille van... blijkbaar kun je ook soms, als je iets gaat opbranden of zo, dat ook aanvragen aan uw gemeente of aan de brandweer, blijkbaar. En dat was dus blijkbaar een aangevraagde vuurtje. Ja, yeah. Ik was niet nummer 1, ik was niet nummer 2, ik was niet nummer 3, ik was niet nummer 4, ik was niet nummer 5, ik was niet nummer 6, maar ik was nummer 7, die al een melding maakte van de rook. Dus ik was niet de enige die al naar de brandweer had gebeld. Ik was dan even naar de Motstraat gereden, daar was het dan allemaal te doen. Daar achter in de slager was het te doen. Daar was blijkbaar ergens zo een vuurtje dat ook is aangevraagd. En blijkbaar is toegestaan door de brandweer. Dus als je iets gaat opbranden of zo, vraag het eerst aan en dan opbranden. Of anders kun je met grote miseries zitten. Wat bijvoorbeeld dat nu niet aangevraagd is en die zit daar gewoon een vuurtje te stoken, dan moet hij al genoeg gaan afdokken. Maar bij deze is dat nu aangevraagd, dus hij moet dus nu niks doen. Oké, er komen meldingen dan binnen bij de brandweer, maar die worden dan teniet gedaan. Voilà. Ik liet een scheetje. Oh, ik ben echt... Ongelooflijk. Ongelooflijk dat ik... Ik weet niet wat ik heb de laatste tijd. Is het door die inspuiting dat ik anders ben geworden? Ik weet het niet. Dan ga ik hier nog een mooie timeslapje maken van... ik heb Lamania aan. Daar was ik ook kroeg geweest. Daar was ik dus dan ook crew geweest. Daar heb ik ook dan even wat geholpen met de competitie. Staat er ook dan vannacht er crew op? Ja. Staat er vannacht erop, hè? Crew. Crew Lamania 2012. Hoe lang is dat wel al niet geleden? Van 2012. Lamania. Damn you. Waar zijn jullie? Jullie organisatie. Ik mis jullie ook. Waar zijn al die organisaties van vroeger van voor de inval, voor de COVID-pandemie? Waar zijn jullie allemaal naartoe? Kom maar. Jeugd. Ik spreek nu jullie toe. Echt waar, jullie toe. Organiseer alstublieft gaming-evenementen. Hebben jullie mijn hulp daar ook voor nodig? Schakel mij dan daar ook voor in. Ik doe het nu nog altijd op vrijwilliger basis. Dus dan weten jullie dat. Wat ik alleen maar een trui vraag, het is wat logisch is dan als ik jullie kom helpen, gratis inkom en gratis eten en drinken voor een bepaalde bedrag. Zeg maar een bepaalde bedrag. Hè. Dus jullie mogen dan beslissen van welk bedrag. Dus dat beslis ik niet over, dat beslissen jullie dan over. Wat we mogen dan ook spenderen voor te helpen met jullie gaming even. Zo gelijk, ik kan helpen bijvoorbeeld een retro stand neer te zetten. Ik kan jullie helpen bijvoorbeeld met de competities te leiden. Zo gelijk, Counter-Strike 2 competities te leiden. Trackmania competities te leiden. Fun Compos competities te leiden. Zo gelijk, Flatout 1, Flatout 2, Flatout 3, Flatout 4.
En nog talrijke andere games, waar ik ook nog redelijk goed in thuis ben. Niet voor de gamen, hè. Daar ben ik niet zo redelijk goed in thuis in. Maar wel voor de competities in goede banen te leiden. Dus als jullie het zien zitten om mij toch in de crewteam te hebben, spreek me gewoon gerust aan op Discord. Of stuur gewoon een mailje naar info@cyclotv.be. En dan komt wel alles wel in de chacoche. Dus dan kom ik jullie al te graag ook helpen. Maar bijvoorbeeld als jullie ook reclame willen hebben. Oké, dan zeg je dat hier ook in mijn vlogs. Op Discord maak ik dan reclame. Op Facebook maak ik dan reclame. Op mijn website maak ik dan reclame. Noem maar op. Op al die websites maak ik dan ook reclame. En nu de afwas. Ik zal zeggen, geniet maar van de tijd. Hier zat een irritante gezoom op mijn computer en dat was een van mijn harde schijven. Zo, voilà. Ik hoop dat jullie hebben genoten van mijn vlog. Dan kan ik de vlog nog niet op mijn computer zetten. Heb ik ook gefilmd met mijn gsm. Dan moet ik ook nog eens even bekijken. Heb ik gefilmd met mijn gsm? Nee, ik heb vandaag niet gefilmd met mijn gsm. Ik heb mijn camera nog eens aanzetten. Nee, ik heb niet gefilmd deze keer met mijn gsm. Hoho! Voilà. Kan ik de bestandjes beginnen op mijn computer te gooien. En dan kan het te steken dat die ook nog tijdig online gaat geraken. Ik hoop, maar ik hoop oprecht dat jullie hebben genoten van mijn vlog. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Alsjeblieft. Ik smeek het u. Abonneer eens. Dus, wel van, als ik eens goed kijk naar mijn kanaal. Ga ik wel eens heel snel eens bekijken, publiek. Er zijn nog altijd in totaal 35,8% niet geabonneerd op mijn kanaal. 35,8% hè, mensen. Dus abonneer en blijf zeker op de hoogte van mijn reden en zeilen. En dan, ik wil nog wel een paar dingen online gooien. Maar bijvoorbeeld, ik ga nu eens even kijken. Hier, beste prestaties gebieden. Weergave afgelopen 28 dagen. Dus ik heb geklikt op alle. België staat met 54,5%. Daarna Nederland met 18,7%. Ik heb ook Duitsers die op bezoek komen, 0,5%. Ik heb zelfs mensen uit de Verenigde Staten die op bezoek komen, 0,3%. Uit Italië, 0,2%. En dat is het. Terug. Dan wil ik nog iets weergeven. Ja, leeftijden. Momenteel kijken er 1,5% vrouwen naar mij. Top. En 97,2% mannen. En 1,4% door gebruiker opgegeven. Dus ik denk door de gebruiker niet opgegeven. Moet dat zijn.
En dan van 13 tot 17 jaar 0%, 18 tot 24 jaar is 10,6%, 25 tot 34%. Oh, waarom zeg ik altijd procent erachter? Oh, ik weet dat, godverdomme niet. Sorry voor het gevloek. Dus ik ga eens even opnieuw. 3 tot 17 jaar 0%, 8 tot 24 jaar 10,6%, 25 tot 34 jaar 70%, 35 tot 44 jaar 19,5% en van 45 tot 65 jaar en ouder 0%. Voilà, ça. En momenteel die echt aan de kop staat is vlogs wat vertraging. Dus voor de videoprestaties in de eerstkomende 7 dagen. Hè. Dus op de eerste plaats, dus beste presterende video's, is vlogs hebben wat vertraging. Op de tweede plaats, paar keer naar de winkel. Derde plaats, vlog 1861. Oeh, dat is redelijk oud. Dan de vierde plaats, leuk, lekker gezongen in de wagen. Vlog 1875. En dan heb je nog 1867. Vlog plus Q&A 22 juli 2024. En dan heb je nog de gemiddelde prestatie. Amai. Zijn er veel. En de slecht presterende prestatie is Trivia Time 23.07.2024. Leuke nacht, wandeling gemaakt, kon niet slapen. Dan Q&A 16 september en rijbewijs. Vlog 19.07 en Planet Coaster Pirates of the Caribbean Park seizoen 01 episode 4. Oké, okay, ja. Voilà, nu zijn jullie ook eens een klein beetje op de hoogte van mijn statistieken. Voilà. Voor de rest ja, heb ik niet meer veel te vertellen. Ik ga nu de vlog volledig in elkaar steken. Dan ga ik nog wat series kijken op mijn tablet. En dan... Ja, jullie hebben gelijk. Dan ga ik een dodo doen. Echt waar. Dan ga ik echt slapen. Voilà. Dan... Wil ik ook nog een kleine oproep doen. Ook altijd nog altijd naar jullie toe. Ik zoek nog altijd fanarts. Fanarts van jullie. Dus als jullie een leuke tekening hebben. Spreek me aan of stuur een e-mail naar info@cyclotv.be. En vraag mijn adres en stuur het gewoon op via de post of zo. En dan hang ik die hier ook achter mij op de muur. Echt waar. Elke tekening die ik nu heb, die ik binnenkrijg en al, die wil ik heel leuk gaan ophangen hier in mijn woning. En bijvoorbeeld als jullie ook nog leuke objecten of zo hebben, mogen jullie dat ook altijd naar mij doorsturen. Mijn e-mailadres is nog altijd info@cyclotv.be. En nu, maar ook nu, maar ook nu, maar ook nu, maar ook nu ga ik... Ga ik, allee, help. Ga ik de vlog in elkaar steken? Ik was even aan het kijken van Twitch. Oké, lekker. Oké, dan weet ik ook al waar. Oh, dat is goed. Nice. Ground Control. Dat ken ik zelfs niet, dat programma. Maar je kunt blijkbaar ook op verschillende... platformen streamen, maar ik zit nu bij Streamlabs en daar ben ik hun 100% dankbaar voor. Ah nee, dat is een game, Call of Dragons. Die zijn een crowdfunding blijkbaar gestart. Die hebben nu al $2,050. Amai. Oké. Okay. Ja. Ach ja. Huh, wat is dat dan ook nog? Ik ben nu nog van allerlei dingen aan het bekijken. Holy shit, hè? Huh?
Bij mij moeten allemaal al standaard goed ingesteld zijn. Hè? Zo, nieuwe programma's en al. Dus ik ben daar nu ook zo snel zo aan het kijken. Want ziet, dat is zo'n nieuw programma. Ik doe nu niks, hè, ziet. Ik doe nu niks. Het is een heel raar programma. Streamelements.com. Als iemand dat kent, laat me dat maar iets weten. Hè. Allee, mensen, ik ga nu zeker afsluiten. Vergeet geen duimpje omhoog toe. Vergeet hieronder gaan niet abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet mijn belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog of iets anders er gebeurt op mijn kanaal. Tingelingeling. Dus vergeet ook niet op het belletje te drukken. Hè. Tot later allemaal. En zoals altijd. Yo.